Als jij hier bent, ben ik nergens bang voor en mijn hart gaat door en door en door. Het zijn niet mijn woorden, maar die van Celine Dion. Je kent ze wel. Titanic en zo, je weet het wel. Uh, dit zingt ze nu al 13 jaar lang, zeker vier avonden per week in Sears Palace in Las Vegas. Maar niet lang meer. Want ze stopt ermee. Juni volgend jaar is het laatste concert, zo liet ze op Facebook weten. Wil je er nog naartoe, moet je wel snel zijn en trouwens een hoop geld meenemen. Er zijn 4300 plekken in dat Colosseum in Sirius Palace. Goedkoops kaartje zit je natuurlijk helemaal achteraan. Dat is zo'n 127 dollar. Maar wil je echt uitpakken, dan kies je natuurlijk voor het Ultimate VIP Package. Dan zit je helemaal vooraan, hier bij het podium. Dat kost 1315 dollar. Dat is wel inclusief een diner in het restaurant van Sears en een origineel uniek gelamineerd toegangskaartje. Wauw! Je snapt dat dit soort concerten echt een cash zijn. Want iedere keer zit de zaal weer bijna helemaal vol en dat jaren en jaren en jaren achter elkaar. Residencies worden ze genoemd. Series concerten steeds op dezelfde locatie en Vegas is dé plek voor dit soort residencies. Het begon ooit in de jaren 40 en 50 met de extravagante pianist Liberace. Uh, later kwam uh, Frank Sinatra. Elvis hij heeft er ook een uh, lange concertreeks gehad. Maar ook uh, illusionisten als uh, Siegfried en Roy. Allemaal werden ze naar Las Vegas gehaald voor een lange reekse optredens. Bedoeld om publiek naar hotels en vooral naar de casino's te trekken. Er moet wel bijgezegd worden dat het jarenlang ook wel een beetje het afvoerputje van het artiestenbestaan was. Een uh, goed betaald afvoerputje, dat wel. Maar toch, artiesten gaan naar Vegas om daar te sterven, werd al eens gezegd. En ook nu zie je nog optredens van sterren uit een wel heel ver verleden Donny Osmond en zijn uh, zusje Mary. Die staan al sinds 2008 in de Flamingo. De inmiddels 72-jarige Cher. Hij zit nog in een strak puberpakje in het MGM. En de ene oudere Rod Stewart zou misschien wel willen zeilen, maar voorlopig zingt hij er alleen maar over. Avondenlang in Caesar's Palace. Ook een Nederlandse inbreng trouwens. Op The Strap in Vegas. Dit je Chesto. Draait regelmatig in Nachtclub Hakkasan. En Hans Klok. Die uh, laat uh, zijn haar straks tien jaar lang wapperen. In een van de tien hotels van MGM. Maar de absolute knaller is toch echt Celine Dion. Tussen 2003 en uh, straks 2019. gaf ze ruim 1100 shows. Daarbij zit ze ruim boven nummers 2 en 3. Britney Spears en Elton John. Die ook zo'n 250 concerten gaven. Celine Dion verdiende met al die optredens in Vegas. Schrik niet. Ruim. 500 miljoen dollar. Meer dan een half miljard. Komt neer op 476.000 dollar per avond. Bijna 500.000 dollar voor een show van 90 minuten. Snap je ook in één keer waar dit liedje vandaan komt?